Goedendag, Ik kijk naar de weersverwachting van Weerplazen.nl. Op de satellietfoto zien we in de omgeving van Nederland enkele wolkenvelden, maar er zijn vooral hele brede opklaringen. Dat betekent dat vanochtend de zon flink schijnt, maar dat we ook een paar wolkenvelden langs zien trekken. Het blijft droog en met een oostelijke wind loopt de temperatuur al rap op naar zo'n 5 à 6 graden. En vanmiddag begint het dan echt aangenaam te worden. De temperaturen komen dan weer ruim boven de 10 graden uit. In het zuidoosten en oosten wordt het misschien lokaal 14 graden. Verder nog steeds die afwisseling van zon en hoge wolkenvelden. Vanavond begint de wind wat af te nemen. Het blijft droog en er zijn brede opklaringen, temperaturen halverwege de avond een graad of 8. Morgen wordt het dan echt lente. In een groot deel van het land 14-15 graden en als het meezit met de zonneschijn in het zuidoosten zelfs 17 graden. We trekken weer hoge wolkenvelden over, maar de zon schijnt dus ook geregeld. Op de Waddeneilanden is het niet zacht, 10 graden. Donderdag steekt er een noordenwind op en dan wordt er een brede strook wat minder zacht. Maar in het binnenland is het nog steeds lenteachtig met 15 graden, in het oosten misschien lokaal 17 graden. Donderdag neemt een wolkje toe, vrijdag valt er mogelijk wat regen, dan ligt de temperatuur weer onder de 10 graden. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.